Het is iets voor 6 in de ochtend. We zijn net opgestaan. En ik ga nu even een rondje machinekamer doen. Te kijken of alles nog steeds in orde is. Het is een beetje overbodig, want we doen het 's avonds ook. Lopen we ook rond na het varen. Maar toch altijd nog even controleren of alles in orde is. De camera is niet zo heel geschikt voor dit soort bewegingen en zo. Dus het is een beetje bibberig allemaal. Maar goed, dat hoort erbij. Dit is dus onze machinekamer. Die we al eens een keer eerder laten zien. En zal ik nog eens een keer uitgebreid laten zien. Even oliepeil controleren van de hoofdmotor. Zit een beetje tussenin, tussen de twee gaatjes. En dan gaan we het oliepeil van de keerkoppeling doen. Die zakt nooit, maar voor de zekerheid. En dan ga ik nog even naar de andere kant van de motor kijken. Ik draai even de vetpot aan voor de smering van de schroefas. En dan gaan we even kijken of we nog steeds genoeg gasolie hebben. Ook geen enkel probleem. En meestal kijk ik nog even bij het SEPA-filter of de water in de gasolie afgetapt kan worden, maar dat doe ik niet iedere keer. Deze keer niet. En het niveau van de koelvloeistof laten we ook even. Dat het ankerlichtje ook nog aan staat. Nu moet ik hem nog uitzetten. De computer met de elektronische kaart staat al aan. Dan gaan we starten. Microfoon aanzetten. Het alarm even uitzetten. Piloot aanzetten, goede stand zetten, echoloot aan. Dan zijn we zover. Veronica is achter aan het losmaken. Even inloggen op de elektronische kaart, computer. Veronica eerst het vooreind losmaken. Het touwtje wat naar voren staat. De schroef staat al in zijn werk. Staat hij ze vooruit. We hebben even geen headset op. Want we doen dit iedere ochtend. Dus het is routine. Ik zet ondertussen de navigatieverlichting aan, ankerlicht uit. Ik begin het achterschip af te draaien. Door bakboordroer te geven, gaat 60 graden ongeveer. En dan gaan we een aardig eentje af. Zodat ik straks kan gaan draaien om het schip weg te varen. Zo, stekend is nu ook los. We gebruiken vaak gebaren voor dit soort dingen, zoals op veel schepen. En dan gaan we even achteruit draaien, om nog een beetje meer ruimte te maken. Om nog iets meer vrij te komen van die paal daarvoor. Dan zet ik het roer 60 graden stuurboord, motor vooruit en dan gaan we draaien. Even goed kijken aan de achterkant, dat we niet tegen die andere paal aankomen die niet in beeld is. En dan hoef ik nu niet veel kracht meer te zetten. Het schip draait, de massa doet het werk. En dan kan ik de piloot aanzetten, gewoon rechtuit varen. Dan varen we weg, hoef ik niks meer te doen. Het schip vaart zelf weg.
Het regent al de hele ochtend. Bij het wegvaren was het ook al nat. En nu is die regen aardig aan het doorzetten. We zijn inmiddels bij een sluis aangekomen. Wij krijgen de grote sluis. Aan het bakboord zie je de kleine sluis. Je ziet dat alle lichten op rood staan. Zowel van de kleine sluis als de grote. Bakboord en hier een stuurboord. En helaas is dat hier in Frankrijk vrij normaal. De sluiswachters vergeten heel veel om de lichten op groen te zetten. Soms zetten ze op het allerlaatste moment op groen en soms helemaal niet. Hoort er hierbij. In de wat grotere sluizen in Frankrijk maken we bijna nooit vast. Zeker niet als we in ons eentje schutten. Dus dan laten we hem gewoon drijven. Het schip heeft geen rem. Dus als wij willen afremmen, dan moeten we met de schroef achteruit draaien. En dan trekt het achterschip opzij. Dat noem je het wieleffect, schroefeffect. Alle schepen hebben daar last van. Maar een geladen binnenschip heeft daar veel last van. En bij ons trekt het achterschip, als we achteruit draaien, naar bakboord, naar links. En hoe harder we achteruit draaien, hoe sterker dat effect. Vandaar dat we dus een beetje rustig naar binnen komen. Dan hoeven we niet al te hard achteruit te draaien. We zijn inmiddels bij sluis Venet, de laatste op de Oise, althans de echte rivier de Oise. En we krijgen nu de kleine sluis, die staat op groen. Die is wat anders dan de andere kleine sluizen. Er ligt een brug overheen.
zijn in de opvaart, dus we gaan straks omhoog. En het is natuurlijk wel belangrijk dat je ook als je boven in de sluis aangekomen bent, nog steeds onder die brug door kan. Nou, we waren daar nu geladen niet zo heel veel last van. Maar voor de zekerheid ga ik toch altijd vooraan in de sluis liggen. En afwaarend blijven we achter in de sluis liggen, dat we geen last van die brug hebben. Ik stuur de kop dus nu al een beetje naar bakboord, zodat als ik straks achteruit ga draaien, dat we mooi recht komen te liggen. Dat de kont dan naar bakboord gaat trekken, de kop naar stuurboord en dan komen we recht. Zo dus.
is hier in dit toeleidingskanaaltje voor de sluis niet erg diep. Dus we varen hier rustig langs. Ook voor die schepen die hier afgemeerd liggen. En dan straks aan het eind gaan we naar Pakbord, verder weer de rivier op. Bien pris. Je suis en train de vous préparer la grande écluse, hein. Les vidéos de le boîtier. À tout de suite. Die twee schepen hier aan bakboord, die hebben allebei hun autokraan overeind staan. Dat wil zeggen dat de schippers waarschijnlijk niet aan boord zijn. Vroeger woonden bijna alle binnenschippers vast aan boord, hadden geen huis in de wal. Zoals wij nog steeds, wij wonen aan boord. Maar tegenwoordig zie je dat heel veel schippersfamilies, ook een huis in de wal hebben. En daar gaan ze dan vaak in het weekend naartoe. We zijn nu van het stromende gedeelte van de rivier af. We zijn bij het plaatsje Longuyanel. Maar wij noemen het altijd Jeanville, omdat hier sluis Jeanville is waar we zo doorheen gaan. Er liggen hier aan bakboord een hoop oude schepen dood te gaan. Langzaamaan te zinken, volkomen verwaarloosd.
Dit is van oudsher een plaats waar veel schippers vandaan komen. Je ziet dan bakboord, die spits die daar ligt, die lege. Dat is het Musée de la Batellerie, dus het museum van de scheepvaart. En ons schip is dus op dit moment geladen. En daar aan stuurboord rechts, daar zien we dus twee lege schepen liggen. En de voorste, dat kun je goed zien, die witte rand daar onderop, is eigenlijk de waterlijn als die geladen is. Dus zover zakt een schip in, gemiddeld ongeveer, als er lading in zit. Een spits. Dus geladen zit dat witte deel van het schip onder water. Die witte kleur is geen verf, maar is gewoon ontstaan doordat die wat langer tijd onder water gezeten heeft daarmee. Er zit één schip in de sluis, dat komt er zo uit en dan kunnen wij gaan schutten. We drijven. Even zorgen dat we niet in het vaarwater van het uitvarende schip komen, maar dat zal wel lukken.